De wrakstukken van rampvlucht MH17 zijn terug in ons land. De verwachting is dat het transport vanmiddag rond 2 uur aankomt op vliegbasis Gilze Rijen. Het konvooi passeerde gisteravond de grens bij het Overijsselse Oldenzaal. Een week zijn de vrachtwagens vanuit Oekraïne onderweg geweest. Als de vliegtuigonderdelen straks op de vliegbasis in Gilze Rijen zijn, worden ze daar onderzocht. En ook wordt een poging gedaan om een deel van het vliegtuig te reconstrueren. Nabestaanden mogen vanmiddag bij de aankomst van de wrakstukken aanwezig zijn.